Nog even verder kijken hier. Oh, ik zie een of ander raar beest. Wat is dat voor beest? Oh, beer. Nee. Varken. Het is een varken. Nou, varken, dat is op zich nog wel te doen. Nou, ik heb een paar kelp. Het is niet veel, maar... Ja, wij moeten echt... Ja? We moeten echt een hoop spullen gaan vinden nu, want... Even kijken. Zal ik hier een fundering bij plaatsen of is het niet zo handig? Nee, hier niet, nee. Oké, dan niet. Nee, hier niet. Ik heb geen idee, joh. Kom nou. Nou, ja, ik heb eerlijk gezegd, hier van... kom ik heel weinig, dit stuk. Oké. Omdat het vaak hier best nog wel druk is met dieren, dit stukje. Oké. Ik zie een eland en een varken. Ja, dat vind ik niet zo heel erg. Nee. Hey, kijk eens wat ik hier vind. Oh, heb je iets gevonden? Hier, kijk. Oh, daar. Mag jij plukken? Heb je een wortel gevonden? Ja. Dat is een wortel. Oh, okay. Maar het kan ook een zaadje worden, hè, als je het plukt. Ik heb hem geplukt en ik krijg een zaadje. Carrot seed. Ja. Ja, nou ja, die heb je dadelijk wel nodig, want we moeten natuurlijk ook planten dat gaan plaatsen op een gegeven moment. Het heet subsistence, niet, niet zoals in al die andere spelletjes waar je gewoon niks te verbouwen hebt. Ja, nee, maar je moet wel je eigen groente op een gegeven moment kweken. Dat is wel handig. Ja. Vooral tomaten. Oké, ik zie zo'n grote boom hier weer, waar zo'n grub in zit waarschijnlijk. Dan kijk je uit, want ik zag daar ook ergens een beer. Nou, ik blijf bij je in de buurt hoor, geen probleem. Ja, tuurlijk. Loop maar achter Ramona. Jij weet wat je aan het doen bent, ik niet. Nou, ik probeer een beetje kisten te vinden, maar het is een beetje schaars geloof ik. Dus het valt best wel tegen inderdaad, ja. Ja. Hij heeft dat allemaal een beetje aangepast, een paar maanden geleden. Ah, ze hebben het wat moeilijker gemaakt. Ja. Dus je hebt een dag, zeg maar, dan kom je om de 5 meter bij wijze van spreken een kist tegen. En je hebt ook dagen dan... Oh, een wolf daar. Niet die kant heen, nee. Terug. Oké. Wolf. Ik wou op die kant. Is er een beer hier de heuvel af? Dus, Ja, nou lopen we in de midden zo. Dat maakt niet uit. Ja, precies. En als het goed is... Zijn we nu bij beer, bij die... Oh, bear point of zo. Een wolf hierboven. Ja, en daar een beer. Ja. En een wortel. En een distel plantje. Mooi. Ik ga het heel even op mijn kaart kijken waar we ongeveer... Ja, dit is het. Ja. Ze zeggen dat dit de mooiste locatie is. Hier bovenaan? Okay. Ja, bij het water omhoog. Ah, duidelijk. Ik zie er wel een kistje aan de overkant. Nou, dan moeten we die proberen... te pakken. Ja. Maar in dat riet kan wel eens een wolf zitten. Hè? Houd er wel rekening mee. Ik zie hier ook een kist en schroot. Kan ik die kist pakken? Ik ga het wel proberen. Nog weer spijkers. Lekker. Ja, kijk, die heb je nodig hoor. Ik heb er 27 geloof ik. Ik heb er 15. Oké. Beertje, blijf aan jouw kant van het meertje. Oké. Kijk, en dan kan je zeggen, want dit hek hier zo is gewoon het einde. Ja, dat dan kunnen we zeggen tegen. Van we gaan hem bij die rots bouwen hier. Even kijken. Ik ken deze locatie voor de rest niet hoor, dus maar dat is wat op Steam allemaal. Even kijken, is dit hem? Even kijken. Het is op zich natuurlijk wel een mooie locatie. Denk ik. Alleen een hoop bomen. Shit. Ik zie een kistje. Ja. Wel bomen, ja. Inderdaad.
Maar ja, we moeten wel eerst die raiders zien te vinden voor we ze kunnen triggeren om te kunnen aanvallen. Dus, ja, maar als wij hier gaan bouwen, hun gaan altijd Charlie, Bravo en Alpha, die gaan altijd een beetje om jou heen bouwen. Hmm. En wij hebben hier natuurlijk een hek achter ons, dus waarschijnlijk zitten we hier heel erg opgesloten dan. Ja, precies. Dus ik vind dit, hun zeggen wel dat het een makkelijke locatie is, maar... Het is niet echt niet makkelijk te verdedigen in ieder geval. Nee, want je kan er op een gegeven moment geen kant meer op. Je kan niet vluchten. Ik zie een kip. Ja, die zie ik ook al. Het zijn al konijnen. Ik zie hier een grubboom, een larvenboom en een kist. Kom hier, kip. Jammer. Je moet springend erachteraan rennen. Ik heb weer een pijl, dus dat is ideaal. Ja, dan kan ik ook even een pijl maken. Dat heb ik ook gekund. Ja, we moeten voor jou zo meteen eerst ook even een boog maken. Dat is misschien ook wel makkelijk. Twee kisten. Pak jij de blauwe, pak ik de bruine. Oké. Okay. Naartoe rennen. Oh, ik heb een berry. Die vreet ik wel gelijk op. Oh, ik ben rood, jongens. Oeh. Je moet even wat eten gaan halen. Ja, maar... Ik heb nu twee pijlen en een wolf heeft sowieso al drie pijlen nodig. Ik heb een pijl. Heb jij een pijl? Ja, hier. Dan had ik even... drie pijlen. Mooi. Ik kan er één maken. Er zit een beer hier beneden op de heuvel. Dat is niet zo handig. Even kijken, nog twee stokjes erbij en dan kan ik nog een pijl maken. Oké, dus dan heb ik dadelijk zes pijlen. Zes? Wauw, lekker. Ja, want als jij de één maakt, zeg maar, krijg je de twee. Oh, oké, duidelijk. Oké, ik heb... Ga ik even kijken of ik wat... wat klein spul kan schieten. Een kippetje hier? Ja, vind ik ook niet leuk daar. Nee. En er zit een wolfje verderop. Oh. Beneden of boven? Ja, beneden. Beneden. Shit. Ja, we moeten toch een locatie gaan vinden hoor. Ja, dat is wel een beetje belangrijk, ja, anders kunnen we niks doen natuurlijk. Je wilt een locatie hebben dat een beetje dicht bij het meer zit. Kijk eens, die rots voor ons. Ja. Aan het water. Het heeft heel weinig bomen. Dat is misschien wel een goed plek. Laten we daar maar gaan. Ik zie ineens een heel stuk kaal strand. Dat is wel lekker handig. Mooi, gaan we daar naartoe. Oh, ik zie een kist. En ik zie een kist op strand. Wolfje is weg. Ja, mooi. Kist gelijk pakken. Even kijken voor kelp. Oh, planken. Nou, lekker. Dat is handig, ja. Nou, ik zie nog geen kelp, helaas. Nog meer fiber hier. Mooi. Even pakken. Oh, nog een kistje. Is ietsje te dicht bij de wolf, denk ik. Oké, ik denk, want dan zit je ook vlakbij een grubboom. Oké. Ik heb nog meer besjes erbij. Nou, ik heb helemaal niks. Ik moet even wat vissen doen. Ja. Oh, ik zie een konijn. Ik ga het achter een konijn aan. Die is raak. Oh, nu al? Wow. Ja, ik heb één konijn. Ik heb nog zo'n grubbetje. Dus daar kan je een mooie vislijn van maken. Ja, even kijken. Heb ik ook een grub? Nee, ik heb geen grub, helaas. Ik ga kijken of ik nog meer beestjes kan vinden. We moeten echt snel gaan eten. Allebei. Ja, ik heb een visje, als je het wilt. Nee, eet maar op, joh. Oké. En harvest oil. Oké. Nou, dan ga ik even vissen voor nog meer vis. En dan ga ik beginnen met het maken van planken. Nog meer planken. Ik heb er 7. Pak even deze krubboom. Wat heb ik nodig? Ik heb er... Ik zal ook gelijk eventjes een fundering bouwen. Ik heb 2 planken in mijn inventaris zitten. Ik
Ja, lekker vissen. Ik wil konijntjes vinden en kippetjes. Ja, dat zeg ik. En nou kan ik jagen en dan zie je ze niet meer. Dat is altijd zo. En ik denk dat we het beste dadelijk op die rots kunnen bouwen weer. Bloody hell. Oké, wat is er nu aan de hand? Oké, kom nou jongens, ik wil gewoon basis. Kom. Waar zijn jullie? Oké, daar. Yo, visje. Dit gaat weer een eeuwigheid duren. Ja, het beste om te vissen, zeggen ze, is bij zon ondergaat en zon opkomst. Maar ja, als je moet eten, dan moet je eten. Ja, oh, chips! Kutkip, stop! Ik wil jou. Waar ben je? Yes, visje erbij. Mooi. Oh, ik zie je, kip. Ik zie je. Oh, fishing tackle. En die is ook raak. Lekker. Dus ik heb 1 konijn en 1 kip. Maar dat geeft niet. Als jij vissen gaat vangen, dan moet het uiteindelijk. Maar ik heb nog niet genoeg hoor. Kom maar. Poelen. Nog een beetje erbij maken. Oh, stokjes. Oké, okay, sticky crafter. Ga ik wel heel even een boom maken. Even kijken, biofuel even maken. Ik heb, nee, hoeft niet. Ik heb lucifers. Oh ja, oké, okay, mooi. Dan hoeven we dat niet te doen. Nee, dat scheelt weer even. Ja. Yep. Het is wel jammer dat die tackle van die vis helemaal wel iedere keer kapot gaat. Als het goed is, heb ik nu 1. Ja, ik heb 1 grub. Ik heb 1 larve. Mooi. Ik ga even kijken of ik zo meteen nog een tweede kan. Ga ik weer even verder met vissen. Even kijken. Probeer vislijnen te maken. Mooi. Nou, spreek ik wel in meervoud, maar ik weet niet of het een meervoud. In ieder geval 1. Oké. Okay, deze komt. Larvenboom. Ja. Doom, visje. Ah, die vis bijt niet. Nee, dat is een nadeel om het op de dag vissen. Ja. Even kijken. Ik zie ze echt niet meer, hè, die konijntjes en zo. Ze kennen je allemaal. Ze zijn allemaal gevlucht. Ja, 2 vislijnen heb ik in de maak. Mooi. Kijk. Nou, en dan met dat konijn en 1 kip. En met die veren kan ik weer nieuwe pijlen maken. Ik zal even kijken of ik weer bij die boom een grupje kan vinden. Ja, daar heb ik hem net ook vandaan gehaald. Kan jij hoor, want ik heb alle 2 op 1 boom. Dat maakt niet uit. Ja, die is al geweest, ja. Andere boompjes. Zien. Nee, voor mij is dat de enige grubboom. Kom nou toch, kippies. Even kijken. Ik heb 2 planken, maar ik heb nog niet zoveel hout. 34. Maar even wat hout hakken, want. Ja, wel handig. Ik heb zo weer een nieuwe. 44 hout. Hoeveel? Ik heb 1 fundering. 44 hout. Oh, je hebt al een fundering ook? Ja. Oké. Die kunnen we dan ga ik een leggen. Kampvuur maken weer.
Even kijken. Even kijken, waar gaan we onze fundering plaatsen? Ja, ik zat zelf te denken om het hier op die rots te bouwen. En doen we dat? Maar dan moeten we beginnen met het hoogste punt. Ja. Anders als jij een laag punt gaat bouwen als eerste. En je gaat op een gegeven moment de hoogte in. Dan gaat die rots door jouw fundering heen. Oh, dat wil je niet. Nee, dat kan niet zo makkelijk bouwen. Dingen op plaatsen. Juist. Oké. Okay. Ik denk dat je hier best wat... Je hebt niet veel bomen in de buurt waar ze achter kunnen schuilen. Weinig dieren vind ik hier tot nu toe. Ja, het is best wel karig, hè? Ja, maar dat geeft niet. Dat doe jij hem bouwen op die punt? Ja, zo. Ik kunnen we dan zo erbij. Ja. Ja. Mooi. Oké, okay, ik had al een kampvuur, dus dat stond onder nummer 6. Oh. Nog een funderingje bouwen. Ik zou eerst een kist doen, denk ik. Nee, wacht even. Wat handig is, want de derde dag gaat het regenen en je kampvuur gaat uit. Dus we moeten een... Een dak hebben. Ja, een muur en een dak hebben. Dan bouwen we even een dak, een muurtje erbij. Die heeft wat cores nodig. Ik wil even wat cores bouwen. Even kijken. Lucifers erin, ja. Met een raampje erbij. Ja, hartstikke. Ja. Aansteken. Nou, ik ga het even de kip en de konijn erin gooien. Dan doe ik mijn visje erbij. Mijn waterkan is leeg, dus die ga ik ook nog even vullen. Nou, je moet natuurlijk wel voor jezelf zorgen. Ja. Oké, okay, even kijken waar is. Want dan overleef je het niet. Ben je heel snel dood. Eén nadeel, vissen moet je naar beneden. Je kan hier vandaan niet vissen. Ah, dat is jammer. Oké, okay, nou, eventjes het muurtje plaatsen. Kijken waar het kan. Daar. Juist. Met een uitzicht. Ja. Oké, okay, nu even een dakje bouwen. Waar is het dak? Je kan gewoon eens een plat dak nemen hoor, gewoon. Slanted roof. Oké, okay, plat dak kan ook. Wood ceiling. Ja. Dat is wel een beetje handiger, volgens mij. Meer plankjes nodig. Ja, heb je nog meer vis? Nee, de andere heb ik helaas niet kunnen krijgen. Oké, okay, wacht even. Ik heb wel twee tackles, dus ik ga het even deze kant op lopen. En dan gooi ik het naar het muurtje toe. Oké. Okay. Even kijken. En waar is dat van de tackle toe gegaan? Ja, bij de muur. Daar is ze. Ah, mooi. Lekker. Kijk. Mooi. Oké, okay, ik heb te weinig spikers. Chips. Ik heb 45 spikers. Moet je hebben? Ja, geef maar. Wacht even. Ga ik even een dakje maken? Ja, ga ik weer hier staan? Het is echt wel grappig dat je niet gewoon... Ja, het is even... Bij je voeten kunnen neerleggen of zoiets. Oh, zo. Oh, dat is wel zo. Mooi gemikt hoor. Zo. Even kijken. Dat en wat meer cordage bouwen. Nou, ik ga het even... Nou, ik ben uit het rood, maar daar is ook alles mee gezegd. Wauw. Zit weer lekker in het oranje. Dat is weer mooi. Ja, oranje en geel zit ik ook. That's it. Ik moet even mijn bouillon even vullen met water. Nou, ik ga wel eerst even mijn stok. Ik neem een oranje glow stick. Ja. Kijk, mooi. Ik heb een blauw glow stick. Ja, die kan je veranderen als je wil. Oké. Okay. Omdat de hunters gebruiken blauw, de jagers, en de bandieten gebruiken blauw en groen. Ah. Als je dan op de kaart gaat kijken, kun je 's nachts kun je dan zien aan de gloeistokken ongeveer waar ze zitten. Ah, duidelijk. Oké. Okay. Ja, maar dat kan je pas alleen 's nachts. Had je al een dak boven ons hoofd gebouwd? Bijna. Hij is op 60%. Oké. Heel eventjes. Gewoon nog even wat hout erin. Bam. Mooi. Oké, hoe kan ik dat boven plaatsen?
Lukt het? Zo, Abbas. Kijk. Ja, we zijn droog. We zijn droog. even kijken. Het is al handig om een kist te bouwen. Stairs. Kist bouwen. Ik heb even wat cordage nodig en wat meer plankjes. So, even ik heb en 3 touw nog. Ik heb genoeg, volgens mij. Heb je genoeg? Ja. Oké. Okay, en nou, moeten we nou ook zo'n base unit, base command unit bouwen? Nee, nog niet. Nee, okay. Nog niet. Nee, nog niet. Want dan komen ze gelijk, hè, die jagers. Oh, tuurlijk. Eerst maar even zorgen dat we in ieder geval wat grotere oppervlakte hebben. En een paar muren extra. Dat daar aan de overkant. Dat is waar. Wat zeg je? Zie je daar zo'n lampje of zoiets? Even kijken. Dat kan niet. Het is die bomen daar. Ja, nee, dat is de groene. Dat is de lucht. Oh, dat is een big. Ja, maar ik zie het al. Dat is een biggetje. Oh, ja, die doen in de grond... ja. Woelen. Vroeten. Ja, vroeten. En dan komt er zo'n beetje lamp, licht uit. En dan, ja, dat zie ik dan. Ja. Ik dacht even, ik zit hier met een torch of zo zou rondlopen. Met een fakkeltje. Maar nee. Nee, dat kan nog niet, gelukkig. Gelukkig. Oké, wat we nu hebben. Kistje komt eraan. Heel eventjes. Ja, rustig. Ja, precies. Mijn water zit... Oh, ik moet wel even nieuw water tappen. Kan ik... Ergens eraf. Oh, kijk, is wel koud. Oeh. Meteen al, hè? Ja. Kistje. Ah, kistje is klaar. Oké, zal ik zo'n kistje daar neerleggen? Nee, zou ik het niet doen, want hier is jouw laagste punt om in de binnen te komen. Dus ik zou hem even aan die kant doen. Ja. Bam, klaar. Oké, nou, slep hem hier erin. Even kijken. Laat ik nog even mijn water koken voor morgenochtend. Yes. Kogeltjes erbij, padje erbij. Ja, ik zal ook even alles zo dumpen wat ik niet nodig heb. Kom, zo, ik ben leeg. Oké, ga ik het ook even... Zo. Oké. Nou, kijk, wat heb je nodig voor een bed? Die heb je niet nodig nog. Oh, gelukkig. Dat is alleen als je doodgaat dat je een respawn punt hebt, zeg maar. Dus dan word je wakker, zeg maar, in je bed. Alleen je tas met je inhoud, je inventaris ben je kwijt. Die moet je op zoek. Dan zie je ergens op de kaart een doodshoofdje. En daar moet je dan je spullen weer ophalen. Juist, oké. Ja. De advies, niet doodgaan. Dat is toch bij alle spulletjes. Ja, want ik kan jouw rugtas niet zien en jij kan de mijne niet zien. Dus je kan hem alleen zelf zien. Ah, de kaart. Oké. En die respawns moet je ook weer iedere keer in je BCU moet die kopen. Dus de eerste keer heb je hem gratis. De tweede keer kost je geloof ik 250... massa en energie. De tweede punt, als je hem weer koopt, kost geloof ik 500. De derde kost geloof ik 1000. Wauw, oké. Ja. Dus ja... Wel ja, het is wachten tot het licht is nu. Ja, ik ga even een klein beetje visje doen. Ja, kijk je uit voordat je niet voor de kou bevangen raakt. Ja, ik zal even kijken of ik vanaf hier kan. Duidelijk. Ik hoop dat je niet te hoog staat. Film op visje. Ik heb een lekker haakje voor je. Het kan hier net. Ik zit net met vuur van het vuur. Ja, oh, dat is goed. Vuur? Dat is een mooie lokaal. Oh, chips. Die brak, helaas. Ja. Oké, nou ja, leuk. Ik zal even dat er weer terugzetten. Want dit heb ik niet meer nodig. Pak ik zo nog even twee spijkers. Zo'n fishing tackle.
misschien dat nog een keertje lukt. Ja, tuurlijk. Proberen. Gewoon blijven proberen. Visjes, ja. Visjes. Zo. Maar na hoe lang, na hoeveel uur of zo, zijn we in het spel, kun je weer naar die grubboom toe lopen? Je kan hem in principe 2 keer per dag, dus je kan hem nu weer oogsten. En dan kan jij hem oogsten en ik oogsten. Ah. En dan kan je hem zeg maar een beetje, ja, in-game dag, een beetje aan het einde van de dag, kan je hem weer oogsten, alle 2. Oké. Okay. In theorie zouden we dus 4 van die tackles uit deze ene boom zouden we de 4 moeten halen, maar als je een beetje de grub bomen afgaat, voorzichtig. Kun je wel wat meer halen. Kan er, ja. Oké. Okay. Even kijken. Jij had nog geen boog, hè? Nee, nog niet. Nee. Ik denk dat we wel genoeg cordages hebben om dat te kunnen maken. Even kijken. Maar dan hebben we er 3 nodig en 2 zitten in de doos. Nee, 5 nu. En je komt per 1 tekort. Oh, wacht. Ik kan er nog 1 maken. Even wachten hoor. Ja. Ze zijn aan het sabbelen. 5 stokjes. Okay. Ja. Die tandvisje. Kom op, visje. Pak hem. Hij wil hem wel hebben, maar... niet sterk genoeg. Oh, daar hebben we... Dat is hem. Een kleintje. Ja, helaas. Ja. Even kijken voor jou. Zit alles nou erin? 5 en 6. 5 en 6. Ja. Ik heb al het materiaal voor een boog heb ik in de kist gedaan voor je. Mooi. Dan doe ik even een visje erbij uit het vuur. Ga ik even kijken of ik kelp kan duiken. Ga ik even weer wat vissen al terug in doen. Mooi. En dan ik zie 1 kelp hier zo. Nee, niet. Dat is een schaduw. Chips. Lach niet. Alles grappig, ja. Oh. Shit. Ik zie wel een parel. Die ga ik wel even... Oh, en een kelp. Kijk. Ja, mooi. Wat kun je met de parels doen dan? Die heb je nodig om printplaten te maken. Oh, oké. Okay. En... we hebben er al 16, blijkbaar. Parels? Printplaten. Nee, ik bedoel... hoe heet die andere dan? Ja, die kun je alleen maken in je werkbank. Oké. Dit zijn elektronische platen of zo, deze die erin zitten, toch? Ja. Ja, en die andere zijn echt. Dit zijn elektronische en die andere heet. Nou ja, hebben een andere naam. Ik weet even niet meer. Oké. Okay. Maar daar heb je dus heel veel parels voor nodig. We hebben 8 M9 pistoolkogels. Ja, misschien. Ik weet niet of ze. Misschien kan je die eentje van maken. Het is toch wel raar dat je van een beetje cordage en een stukje metaal gewoon een pistool kan bouwen. Maar groot, ja. Is groot, inderdaad. Nou, ik neem het niet voor. Oké, eens even kijken of ik wat meer cordage ga vinden. Ik ga weer die grubboom hier zo. Even wat meer grub. Je kan toch wel een dinges maken, een boog? Oh, ja. Dat was ik weten. Want die spullen had ik erin gedaan voor je. Yes. Moeten we alleen nog even... Even kijken. Okay. Ik ga weer even het land op. Waar is mijn pijl en boog? Daar hebben we hem. Oké, okay, dat is 5 stokjes. Yes. En 6 cordage. Wat een duur. Ja, is goed. Zat er allemaal in, toch? Klopt, helemaal goed. Ja. Ja, het was alles wat ik had, maar... Het is alles wat je hebt, ja. Oké, okay, dat gaat goed. Dat wordt gemaakt. Ik ga kijken of ik... Nee, voor iets. Als ik dan even deze kant op wil komen, dan ga ik mijn pijlen delen. Oh, daar ben je. En dan gooi ik er 4 naar je toe. Hebben we er allebei 4. Komt-ie. Mooi. Hoppa. Yay. Oké, okay, mooi. Pijlenboog. Oké.
ik ga het eventjes, ja, ik moet niet te veel rennen. Dat is niet zo handig, nee. Nee. Zo, hoeveel pijlen heeft een vark nodig om te... Sorry, een? Een varkentje nodig. Die zou ik niet doen. Nee. Nee? Nee. In het begin lopen ze weg, dus je moet er constant achteraan rennen. Nou, daar heb je nog te weinig stamina voor. Duidelijk. En bij de tweede raken schot, zeg maar, komt hij naar je toe. En ze zijn sneller als jij. Oké. En dan ga je bloeden en meestal breken ze een bot. Duidelijk. Bij jou. Maar, breken ze. Ja, ik zeg het gelijk maar bij. Ja, dat is wel belangrijk. En het derde schot zijn ze meestal wel dood. Maar ja, dan heb jij ondertussen al hier en daar een breukje. Ja. Gelopen. Dan de dingen waarschijnlijk. Nou, we van een hoop hout hakken. En, oh, en trouwens, die kisten en zo is ook meestal één keer per dag. Dan wisselt de... Dan respawnen ze, zeg maar. Ja, ik weet even niet de Nederlandse benaming daarvan. Ja, misschien wel. Respawnen is ook wel goed. Ja, oké. Okay. Ik zie hier weer zo'n tasje. Dat pak ik eventjes. Kijk wat erin zit. Kogels. Oh, heel veel kogels. Oké. Okay. Ja, ik had vorige keer Marzel in mijn eigen spel. Vond ik twee van die munitietassen alleen maar vol met pijlen. Dat is wel heel veel geluk hebben. Ja. Ja, soms kun je echt dat soort dingen vinden. Een hele bouwkrat vol met spijkers. Of, dat is ook wel handig, moet ik ook hebben. Ja, want die heb je ook heel veel nodig. Ja. Precies. Even kijken. Ik zie nog zo'n grubboompje hier zo. Ik ga even kijken of ik daar dichtbij in de buurt kan komen. Ja, ik heb pas één grub. Ja, ik heb er ook eentje. Dus oké, okay, We kunnen twee van dingen maken, maar... ik zie hier wel een wolfje. Of een, ik weet niet of het is. Is het een wolf? Ik weet niet wat het is eigenlijk. een beetje een rare niet hond. Niet eruit als een hond? Dan is het een wolf. Niet eruit als een teddybeer? Niet kroelen. Nee. Probeer het ontwijken. Zo veel mogelijk. Oké, dat zijn de twee. Mooi. En... hier zo'n kistje weer. Ah, beer. Die zijn al rotbomen. Zijn allemaal met drie erin. Maar ja. We hebben op zich een mooie locatie. Best wel, ja. Als je bijvoorbeeld gaat schieten op een konijn of een kip. Ja, iets te boven houden. Echt maar iets. Ja, die pijlen hebben een beetje een drop. Dus die, ja, niet heel veel, maar wel iets. En hoe verder weg natuurlijk, hoe hoger de drop is. Ja. En zodra je hem niet hoort breken, kun je hem gewoon weer vinden, je pijl. Oh, mooi. Maar joh, echt. En dan hoef ik niet te zoeken. Ik heb hier nog een grubbal. Ik zie hier nog ergens een... Ik zie een kist daar zo. Chips. Ik zie hier een wolfje hier zo. Oh, er zit een wolf bij. Shit. Ja. Is je zo dichtbij voor mij? Ja, bij die koffer wel, ja. Oké, jammer dan. Nou? Ik ga het niet riskeren. Ik wil eigenlijk kippetjes en zo vinden. Dat lijkt me leuk. Ik heb een beste plant. Meestal als je een beste plant vindt, meestal is er in de buurt ergens een tweede. Meestal zijn die met in tweetallen te vinden. Oké. Dus een tip. Dat is wel handig. Ja, niet dat ik het meestal vind ik ze niet, maar als je mensen kijkt op YouTube, die vinden ze altijd, maar ik niet. Soms denk ik van, oh ja, hier is die andere. Maar helaas, nu vind ik hem dus niet. Nee. Oké. Dat is jammer. Nee, ik zie hem niet. Ik heb twee grupjes. Ja, ik heb er ook twee. Mooi. Er zijn in ieder geval weer vier vislijnen. Ja, inderdaad. Kunnen we weer. Nou ja, daar moeten we ook vissen. De touwen voor hebben natuurlijk. Daar niet van. Ja. Oh, wacht. Touwen. Ik kan daar alvast weer twee maken. Oh, en we moeten terug, want we moeten wel ons vuur brandend houden. Shit. Oeps. Ja, als je eenmaal die potkachel hebt, zo'n houtkachel,
dan kan je op zich, als je hem 's morgens voordat je weggaat helemaal afvult, kan je eigenlijk bijna de hele dag weg. Maar ja, deze dingen die moet je 2 tot 3 keer bijvullen. Ja. Ja. Heb ik stamina genoeg om te rennen? Ja, nou het is... Oh, en ik zie een tas op die rots. Ja, ik ga toch eerst achter het vuur aan. Dan die tas. Dat is belangrijk inderdaad, ja. Nou, mijn stamina is al... Ja, daar gaat het. Ik ken niet meer. Komt nog te weinig... Niet zo heel erg veel. Maar hij brandt nog, hij brandt nog. Gelukkig. Kan er wat meer hout bij. Ja, gaat het gelijk doen. Ja. Zo, hij brandt nog maar net, hè? Geluk gehad. Ja. Maar zo. Een wolfje daar. Op die rots staan, zo'n koffer. Ja, ik zeg hem, kom maar, ik ga er al naartoe. Ja, oké. Okay. Even die, dat rare wolfbeest in de gaten aan het houden daar zo. Oké. Okay. Ik wou hem pakken, maar ik denk, ja, ik ga toch eerst even achter het vuur aan. Ah, het zit alleen maar gunpowder. Ja. Malnourished, oké. Even kijken hoor. Kom op, kippetjes, konijntjes, waar zitten jullie? Ah, ik heb hier weer een bessenplant. Mooi. En ja, malnourished, oké. Okay. Even kijken of ik nog een tweede kan vinden. Oeh, het gaat niet goed. Om mij gaat het zo regenen. In-game, hè, in-game. Ja, ik moet even wat eten. Ja, ik moet ook eten hebben. Daar zit een wolf. Laat ik daar maar niet heen gaan. Maar er zitten wel konijntjes achter, maar laat maar. Oh, ik zie geen konijntjes, geen kippetjes, niks, jongens. Helemaal niks, hè? Daar. Nee. Ik heb wel genoeg water, geen energie. Oké, ik ga even wat vissen, denk ik. Ja, ik... Wat heb ik om te eten? Ik heb 3 kelp. Oh, alles was rood, jongens. Wauw. Bij mij is het stamina rood. Ja. Fruit and vegetables is rood. Protein is rood. Ja, ik ga nog wel even kijken op kelp. Dan kan jij ook even wat eten. Ik ga even wat meer fishing tackle maken. Ja, ik heb 2 grubben, maar ik kom straks naar boven. Ik ben even voor jou groente aan het regelen. Ja, groente, ja, handig. Ik kan ook wel voor even wat kelp gaan zoeken. Kijk, ik heb hier een tasje. Oh, er zit een appel in. En een, ja, een eten. Protein bar, blijkbaar. Ik stel wel even die protein bar. Appeltje eet ik wel. Ja. Protein bar. Ja, ik bewaar meestal die proteïne barren, ja. Ja, die zijn best wel belangrijk. Handig voor de laatste reddingsmiddel. Ja. Daarin. Mooi. Kijk, en als je later, als je de grotten ingaat... dan ga je erheen met heel veel proteïnebarren en met berrywater, met bessenwater, flesjes water met bessen gemengd. Ja. Kom op, visje, we hebben je nodig. Nou, ik heb in ieder geval 2 parels. Niet dat we dat kunnen eten, maar... Wat kun je met die parels doen dan? Inwisselen of iets anders? Nee, dat is alleen maar voor ja, elektrische dingen te maken eigenlijk. Maar je hebt er, ik geloof, per ding te maken heb ik geloof 3 parels nodig. Ah, duidelijk. En ze zijn zeer zeldzaam eigenlijk, die parels. Ja, hoe dieper je gaat, maar dat hebben wij nog geen... We moeten eerst nog een pak maken, water, zo'n duikpak. En dan moeten water, luchtflessen maken. Er is nog heel veel te doen dus, mooi. Ja, je hebt hier heel veel te doen. Ik moet ook zo even stoppen, want ik moet heel veel dingen editen. Ja. Het is bijna ten einde van, van de eerste keer dat we spelen. Ja, is toch goed? Dat is hartstikke goed. En dan mag jij naar jouw comfortabele substance... Nee hoor. Ik, mijn man die had er net al wat ingeschonken en die zat net op de tafel te tikken van neem even wat te drinken. Dus Even een slokje nemen natuurlijk. Ja. Dus dan ga ik eventjes zo wat drinken. Ik ga dan naar ons toekomstig huis toe. Daar kom ik nu heen. Yes. En dat is dan een plek om dan af te saven en af te sluiten.
Dan zijn we allebei in ieder geval veilig. Nou, ik heb... hoeveel kelp heb ik nou gevonden? 2. Voor jou. Oh, ik vind hier nog een. 3. Mooi. Even kijken. Ja. Want mijn groente is nu op geel. Nou, die van mij ook. Oh, oké. Okay. En mijn proteïne is, eiwit is helemaal leeg. Helemaal niks. Geen rood. Ook, ja. Maar ja, dat is geen probleem. We kunnen een vegetarische dieet ook wel gebruiken. Volgen, ja wel. Je kan wat iets... even kijken, waar is mijn waterfles? Die heb ik wel hier. Ja. Nou, ja, ik ga... Water heb ik genoeg, inderdaad. Even kijken. Die bijt ze wel. Kijken of die nog verder bijt. Knap, stomme vis. Bijten. Parels. Ik gooi die grubben er ook eventjes in. Dan kan je ze makkelijker pakken. Yes. Kijk, en daar komt de regen. Nou, yes. Niet handig. En gelukkig is ons huisje droog. Ja. Dat is mooi. Er zit een visarend hier. Oh, chips. Ja, dat moet je mee oppassen, hè. Want die pikken je... Pik je vis. Ja. Nou, niet leuk. Ik heb hem altijd wel een paar keer geprobeerd om hem dood te schieten, maar dat lukt niet.